Het is de waai van Elsenien om zijn eigen paard te gaan. Hoe dat paard erheen leidt en wat je te meten komt, daar haai je maar mee te rijden. Sibbele Hietkamp heeft er geen moeite mee. Stiepe, troch een sterke lippensgeest, hier de laaie stevig in handen. Hij stier voor wat er wie. Een oor hoekde hem de jochting net te wiezen. En ik, doet de vrouw het hut verhoren, vond er maar krieg zijn eigen waai. Als boer gong Sibbele net altijd met de tijd mee. Van nijerwetske zaken was er net al te volle ha. Als het om hem lag, dan mocht alles wel bij het oude blijven. Maar als burger stond er midden in een meerschip en wist er maar al te goed wat er in de vrouw te keep wie. De levensrin van Sibbele Hietkamp wie markant en bewogen. Waar hem van nabij mooi maken, kinderen ook mooi praten. Een man die de jaren bij het werk geholpen had en er weemoedig op rondjocht, is Frans Zwaagstra. Nou, dat is nog steeds, hè. Ja, het heer is al hier raar van kant, dat is al hier voort. Het lijkt net volle heer, maar ik ga hier in tijden net wachten. In tijden net. Dit is voor mij ook een groot wonder, dat ik dit nog zo wist, joh. Ja, omdat ik hier alleen zijn maar altijd wel geregeld bij Sibbele kamer, dan roept het al je weg herinneringen op, nou. Ja, dat is het verval, hè? Dat is de weg van alle vlees. Ja. Sibbele had hier altijd een beul voor werk dienen, er is heel wat gebeurd en daar mag je toch respect voor hebben. Ja. Komt u al een één hoor, nou. Dat weer al je vol hier zit, hè. Daarachter. Maar ook dat nog nooit zo sjoeg, hoe dat al je dan vervalt, hè. Ja, het hele dak. Het hele dak is verrotten, nou. Ja, dat gaat dan zo. Ja. Deze door die hebben we nooit gebruikt. Die door zit altijd dicht. En hier waren de heenste stallen. Hier waren de heenste stallen, daar staan de hinders. Vroeger, de hinders die zitten voor wijn, die moesten de wijn lopen. En die staan hier. Zo, toen ik hier kwam, zo, ik ben volle jongen, toen broekte Sibbele de hinders net meer. Sibbele hield altijd zo'n blauw buske, zo'n volkswijntje. En ik bedoel, daarmee heller het spul van het loon. En nou, daar bracht de dong mee voor het loon. Maar hier hadden de hinders dan, hier een tabak. Maar ja, dat is al hier voorbij, nou. Ja, dat is al hier gebeurd. Deze door, die hebben we nog nooit gebruikt. Nee, die door die ook aan wil weer dicht. Ja. Ja, hoe is dat mogelijk, net? Ja. Ja. Ja, dat had toch wel wat, hè, als je over nadenkt. Als je daar bij stilstaan, alles gaat voorbij. Maar dat leefde, het hier wat. Hoe roeg had het ook weer, hoe rommelig had het ook weer. Het hier daar wat. Door het venster van de tijd is een menskelijm gauwers over een vietnis oerleveren. Dan liek het het verliezen van goed voorbij. De skiernis van Sibbele is lykwijls de moeite wurg om bewaren te blijven. De nakomende beelden houden zijn nijtees leven en vertellen van een bijzonder bestaan. Ze binnen mooi oontinken aan een uniek persoon die, net tegenstaande zijn opmerkelijke levensstijl, tegen bij zijn dwarfgenoten in oorzaak stier. Thank you.
Het verliene wordt nu voorin van tijd inhelle terug het heden. Het hoes en hiem litten de sporen zien van een warmer besteen dat op een bijzondere wijze zijn beslag kregen had. De Friese woorden wist hij wraad en als boer en keepman weer de baas oer een eigen geer. Voor water in het werk hier weer er een goeie baas en voor een oor een gastvrij man. De doors die altijd iepen en het pater hinne wie geregeld drok beroen. Goeiedag. Goeiedag. Ik wil even met jou praten. Ja, dat kan wel. Ja, dat kan wel. Ja, ik ben hier. Nou jong, dat zeg ik niet. Je hebt me in het begin eerst hier geplaatst door weer, maar dan moet zo van de eigenaar op. En toen ben ik gewoon zweven lekker. En nou, doe we deze oplossing een keer. De keer, maar daar houden we een stuk of veel hormonen die zitten erachteraan. En ik hier leer een stil geworden, maar vorige keer doe ik een half regen, want dan moest ik bij Bonne Hendrik uit, hebben wij, dat is hier de kind, uitgeleid. En dan ga ik op een zaakje naar hem daar. Ik zei, wat zei ze nou? Gees nou naar die huis die speelt in moeten past? Ja, zei nou. Ik zei, wat maakt dit nou alleen dan? Ja, zei, ik ken notaris en ik net hier werd er eigenlijk gezocht. Want het had spulverkeerd. En die beide steken al hier, zei hij. Die maakt er bij, zei de notaris. He? Maar ik zei, door de groet maar aan notaris en zei maar aan hem dat je toen de celbaas hoe bent en hij niks over had te zeggen. Dat kan toen zelf bieden. Nee, dat is er. En ik zei, wat doe je nog voor het afspel gaan? Ach, je hebt bij jou ook gegaan, het is er. Ik zei, je smiet hem niet van hier en plak net over. En ik wil zelf niet geven. Nee. Nou, dat zei hij. Tien toen zijn groene, zei hij. Maar dat is wel aan de been. Maar ja, het is weer een plaats op morgen en dat. Ik zei, als het niet ook aan toe, zei ze, dan bier ik weg. Nou, maar die wilde je niet. Maar die vreeg het tien toen, maar dat is wel aan en dit was vol. En ik ben naar de stad geroept. De plaats had er nog 500 groene vallen. Dat is 9.500. Dat is hier zo. Voor de boer is het haast alle dagen ongetied. In waar en wien en op mooie lange dagen is er vaak een bult werk te doen. Bij het zimmer en bij het winter, op het laan en in de stal, al gedurig moet er wat gebeuren. Ik had het voor een boer op jern al lang net meer noodzakelijk is. Maar het wrotten en skreppen zit hem in het bloed. Het is nu elke dag de boom, maar de vertrouwde groen die hem droogt. Het meeste werk waar besibbelen maar de hand verzet. De bissen voor je, keimelk en het boetesmjokje, het is de basis van het boerenbesteen.
appelgriepen. De jelt en de oog. Zo die knapjes, daar zitten dan van die ronde bultjes op. En als je dan die appels uit de bult bij schappen, dan stak die punten die stakken net in die appels vast. Maar zo, dit werkt niet meer, want dit is al lang verraten. En dat is niks meer. Maar ja, dat zou hier dat dan. Verrotten. Zo, dit is nog van oude trekzagen. Een heel oude trekzagen, dan jij er dan een stuk hout aan. En dan elke een één. En dan lukt elke een één. En dan koest daar nog zo'n zagen, zo'n tangelijk. Hier, ik ben alleen van die oude massen. Goeiedag. Hier, niet. Nooit vinden kennen, nog best erin in al je wolven. Ja, ik weet wel, ze hebben zit hier altijd te melken. Jongen, dat blijft dan. Houden hem bij de stutten van de best een beetje. Als goed die stappen met hem aan, kreeg een koers bij de stut. En dan zit er zo onder de koe en dan wordt die koe net recht om het leek. En dan sloeg er wat met de schamel op een koe om en dan... Lompert! Lompert! Koe! Die heet dat Lompert! En dan gaan we met Ameke voor Malkes samen. Kiemen. Stut beet zo. Nou, hij zag je oude sebbel dat en dan... Ja, van die keer die appels uit de kookpot wij. Trek het nou maar. Trek het nou maar. Ja, maar dan hebben we bij komen te meersen, de stroom maakt er uit. Maar die is altijd weer te bier is altijd weer te die hebben zoveel boeren die er helpen, maar... Hou je maar doodla-doodla-doe, want het melken moet bij de koe. Hou je maar doodla-doodla-doe. Wat doe je dat uit te zien? Nee, maar. Ja. Nee. Wat dat belangt is zit in de Bijbel. In de laatste dagen zal ik nog geloof vinden op aarde. Maar dat komt aardig uit. Want die naderen de hele tijd de biest er alweer op. Nou, en dan is de zaak, dan is er geen genade meer. Dan is het gebeurd. Met die oude is. Dat kennen we net meer. Dan zullen de mensen erop. Hè. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Dat gebeurt nog wel op een hyperere plakken wel. Een teken van het laatste dagen. Waardoor het, wie met mensen van het eet. En omdat krek te zitten, maar als je goede Bijbel daar, dan gaat het nog op het laatste dagen in. Ja, die dingen die komen al eer. Aardbevingen op verschillende plaatsen. Ongeloof. Ja, zal ik, dat staat in de Bijbel, zal ik nog geloof op aarde vinden?
Ja. Hij rijdt voort. Melk is goed voor elk. De mensen, het tweede keer volle melken, maar de mensen kunnen zuur gaan onder melk. Ja. Die zwarten. Ja. Nou ja, maar daar heb ik geen moeite mee. Maar het ben de Nederlanders de stad juist liek goed. Nederlanders dat we nog een rekwaar hier krijgen. Komt je krijgen opvoering meer, jongen. Eerst vroeger, nog wat horen wie een mens eet, wie schraalt eet. Maar de heiden en memmen, de ouder wie een maal met de ben. En de ben met de ouder, die hoe nek net. Net de ouder hoe nek net ontwerp. Ja, de heid, maar de mem net. Deze keer heb ik me net oud. Maar ik dood het. Ja, dat weet ik voor een heel dikke. Ja, dit is echt waar. Maar dit is een koekel. Dit is een koekel. Rot, ik breng hem aan binnen. Voortaan, zie je het net. Ha! Ja, we gaan alle beneden. Ah! Nou, hoe dat op, net. Oh. Nou, als je liep er daar. Ja. Waar kan het maar weer? Maar voet maar in de kroonen. Ja hoor. Niet het rond even in het kamp tegen hoor. Nou, dat lijkt roeg te gaan haaien. Zo, dan moet er echt maar weer. Op ene kant heb ik altijd gezegd, het is een Satan. En op de andere kant heb ik altijd respect voor hem gehad. Want hij is onder en boven de wet. Hij steurt hem nergens aan. Hij bouwt bij de orde. En daarin heb ik wel respect voor hem. Het is een getekend figuur. Ja. Mijn opa gezeten. Ja, mijn famke. Ja. Dat is daar boer. En dit is daar boer mee. Een grauwe hond. En die band die hier omzet. Ja. Dat is het rouwhoren, denk ik. Juist. Ja. Oor is wat een leerdrijver. Wie had er altijd inzetten van 10 jaar al, bij een boer. Roeide mijn meester. Maar wie moest een leerboekje leren, dat heb ik nooit leren. Want ik mocht een paar bessen. En ik brandde de jongste kjeltjes in het hak. Dat doe ik 10 hier. En doe ik een boer. En ja, en meester boem mijn leerboek. Dat moest ik goed leren. Nooit hier leren. Op leren moest het maar bij. Waarom? En dan werd boeken die eerlijk onderschat is. Maar ik moest verstraffen mijn cv.
door net zo lang door week de klas een cijferboekje voor. Een heel cijferboekje. In het ogenblik is dat een boekverdeling weer. Dan hoort de next dan, hè? Je kon goed rekenen. Je kon goed rekenen. Dat kan nou op de halen. Ik heb al mijn leden wezen, al die jonge baas nodig met dat gestep en gedacht. Als hij een beetje vertaalt, dan gaat het echt fout. Hè? Ja. Hier valt wie van boer Sibbel een vierde bordje en hij meid het werk net. Zijn schouders konden een prote tillen. Net klaaien, maar dragen. Dat wie de waai voor zijn kleurig besteen. Het wie een besteen, dat plak wie voor een prote liedskort. In alle hoeken en hensjes. Wat noorder ik van denken mocht. Maar daar koe van alles. En daar weer rondte voor Elsen in. Ja, wordt eerst maar wetter, hè? Ja, eerst maar wetter, want het is eerst jongen. Als het eerst jongen, dan drinken we het met meer, hè? Nee. Nee. Ja. Jongen, dat is wat mijn, maar wetter. Toont ik. Je zoon, die is overleden. Ja. Waarom? Ja, die had eens een keer een biet van berenbil gehad. En ja, daar had het ook mee in het ziekenhuis mee. Dat had daar op dat normale jongenkamp. Die kon aan de kant, dus die stien. Maar er was in je buurt, die kreeg je bij weer zitten. Toen dus zwaaide die beren om. Ja, maar daar had er wel eens gekomen in het ziekenhuis mee. En daar had er vanaf. En bijvoort is het weer begonnen. En dan weer kanker, hè? Ja. Heel veel eers. Hè? Dat is een heel veel eers. Nou, dat is een heel veel eers. Maar ja, ja, ze hadden niks in hand. Nee. Nee. Als vrijman Borkje, dat weer van Sibbelen het heeste goed. Hoe maal had het betiet ik hinnelaai, hoe roeg had het ik lieke. Het weer zat Frans het zoi, het leefde en het hier wat. Wat noorder ik van denken mocht, maar daar koe van alles. En daar weer romte voor Elsen in. Zit het binnen zo'n oude waterpomp. Ik zie het ook niet vol, maar die pompen die kon het water mee uit de grond pompen. Nou, ik weet net dat Sibbel mij nog verstaan kan, want ik ga hier wel bij Sibbel komen. En Sibbel weer een extreem man, een getekend man, dat de eerste man van binnen. Ik ga altijd respect voor Sibbel gewoon, mocht ik van zeden worden. Maar dit is de weg van alle vlees. Hoe sterk het mens is, hoe lang je hier binnen, word ik door. Je moet hier aan alle bij. En dan kan je nog zo met daar een hoes en dan kan je het nog zo luxe werden qua haar. En dan kan je het nog zo doen en zo doen. Sibbel stuurt hem nergens aan. Sibbel gaat zijn eigen gang. Sibbel deed het op zijn manier. En Sibbel is samen net vanzelf zo weer. Sibbel had vroeger van zijn jeugd ook echt wel wat meemaken. En wat Sibbel ik weer en hoe Sibbel ik weer, het is de bedoeling dat we mensen de lering uitstrekken. En dat wil ik nog graag even zeggen.